Zwieren en Zwaaien wordt mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV, Café Hoegaarden en Van Hoof Elektra. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Zo ook voor Zwier en Zwaai, de laatste aflevering, Edwin. Het is de laatste dag van de Tilburgse Kermis 2017. Ja, maar we gaan niet dramatisch doen, want we hebben een ontzettend leuk programma voor u klaarliggen. Kijk er zelf maar. Jammer genoeg zijn we dan toch echt bij de allerlaatste dag van de Tilburgse Kermis 2017 aanbeland. En natuurlijk zijn wij weer heel erg benieuwd hoe de kermis dit jaar beviel. Ik vond het wel gezellig. Ik bedoel, ik kom uit Gilze, dus ik kom hier het is de tweede dag dat ik er ben. Alleen, ik vind het wel leuk, ja. En jij? Het is echt heel gezellig en de meeste mensen zijn ook wel aardig en zo. Dus ja, het is overal gewoon een goede sfeer en zo. Het is best wel leuk. Nou, ik vind het wel heel gezellig. Ik ben hier zeg maar net al aan het rondlopen, maar vanavond gaan we dus ook nog kijken. Maar het ziet er wel gezellig uit in ieder geval. En is er al iets wat je denkt dat springt eruit dit jaar? Ja, ik vind de bungee jump, dat lijkt me echt wel gaaf nog om wel aan te doen. Super gezellig tot dusver. Echt heel leuk, veel voor de kleine kindjes te doen. En sfeervol, het is lekker druk, ondanks dat het weer wat wisselvallig is. En hoe vaak zijn jullie geweest dit jaar? Twee keer. Eén keer met z'n allen en wij allebei een keer apart gewoon eroverheen gelopen. Hey, ik vind hem wel leuk. En jij? Ja, hij is heel groot, maar daar heb je wel heel veel variaties waar je in kunt. Het is erg gezellig ook. Best leuk, gezellig. En wat was het hoogtepunt? Geen idee eigenlijk. Ik ben er vandaag voor het eerst. Tot nu toe is het leuk, maar ik ben net pas begonnen. Okay, dit is uw eerste dag? Eerste dag. Gisteren terug op vakantie. Maar altijd leuk, ja zeker. Ja, ja, ik vond het leuk, Edwin. Het was in ieder geval een kermis die wel veel wisselingen had. Hoogtepunten en dieptepunten, zeggen ze. En in ieder geval de regen vond ik natuurlijk minder. Wij ook. Dat is ook niet te doen af en toe. En, maar voor de rest de toren. Ik ben net in die toren naar boven geweest. Dat is wel heel mooi.
En de sfeer blijft altijd bijzonder. Gezellig. Rustig. Maar dat komt omdat het nog vroeg is, denk ik. En wat doen jullie dan op de kermis? Oh, maar rondlopen, terrasje pakken. Ik vond het heel leuk en ja, het was heel gezellig allemaal. En wat was het hoogtepunt? Ja, ik vind deze wel heel leuk. Funhouse? Ja. Een beetje te trubbelig. Het liep allemaal door elkaar en ik had zoiets van nee. Is geen goede opstelling? Nee, vond ik niet. Het weer is niet al te best, maar ja, tot nu toe is het hartstikke leuk. Is die roze loper van, is het nog over van roze ja, maandag ofzo? Ik denk het ja. Je ziet er nou niet meer zo mooi uit hè? Nee, niet echt. Nee, met die regen. Maar het is weer leuk zoals altijd hoor. Leuk. Ja? Jij ook? Ja. En jullie hebben zo te zien een lekker ijsje? Ja. En wat hebben jullie allemaal al gedaan? We zijn in een soort van ding dat zo hoog in de lucht gaat en dan weer naar beneden. Oh, oké. Dat klinkt wel eng. Maar dat vonden jullie niet? Nee. Oké. En waar gaan jullie nu nog in? We lopen gewoon een beetje rond. Nou, ik vind het een heel gezellig evenement. Het is hartstikke leuk als iedereen hier bij elkaar kan komen. En dat we veel plezier met z'n allen hebben. Lekkere oliebollen, leuke attracties. Blauwe lucht. Ja. Nou, moest eigenlijk zo moest het eigenlijk heel het jaar zijn. Zo moest het heel het jaar zijn, hè? Ja. Gezellig met z'n allen bij elkaar. Nou. Helemaal super. Dankjewel, mooi gesproken. Nou, dankjewel. Succes. Dankjewel. Doei. We lopen zo over de kermisterrein en we komen tegen een van onze grootste fans. En dat is Erik van Kaam. En die zegt, ho heren, want die sprak ons aan. Wacht even, ik heb iets voor jullie. Wat heb je voor ons, Erik? Ik heb voor jullie een tekening gemaakt. Een tekening? Uit vanaf de krant. Ik heb eerst de stuk nagetekend. Ja? En toen daarna ben ik de letters op gaan tekenen. En we hebben erop gezet. Laten we even kijken. Zo, dus Tilburgse kermis, zwieren en zwaaien van Erik van Kaam. Nou, dat is leuk. En zijn adres staat erbij. Nou, hartstikke top. Leuk, joh. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Maar ik ga het even overnemen, hè. En hoe bevalt de kermis dit jaar? Heel leuk. Ja, alleen ik heb even een beetje nare dingen. Want mijn moeder is in januari overleden, maar ik wou er toch veel plezier van maken. En ik ben net in die hoge toren geweest. Dat is hoog, hè? Die is echt hoog, maar wel mooi. Echt, mooi om te zien, hè? Echt de moeite waard. En ik hoop dat je volgend jaar weer terugkomt. Nou, wij ook, want wij hebben er ook van genoten. Ja. En hoopte jij al dat je ons tegen zou komen? Ja, want ik denk... Hoe lang hadden deze op zak al? Hoe lang hadden deze al op zak? Nou, de hoop ons tegen te komen? Die heb ik al heel de middag al op zak. Heel de middag? Kijk. Wanneer heb je het gemaakt? Heb ik vorige week gemaakt. Vorige week weekend. Dan. Tijdens de Tour de France. Oh, nou. Kijk. Dus. Nou, hartstikke goed. Daar zijn we heel blij mee. Ik kom bij jou op de montageafdeling te hangen. Ja, je krijgt een mooie plek. We zijn er heel blij mee. Dankjewel. En ik ben echt een hele grote fan van jullie. Nou, dat is heel fijn om te horen. Ja. En ik kijk iedere dag naar jullie programma. Ja. Helaas zit het er nu weer op voor dit jaar, maar volgend jaar kijk jij weer. Volgend jaar kijk ik weer. Ik blijf. Oké. Winter, ja. Het gaat vlug voortaan. Ja. Dus ik vind het heel leuk om jullie weer te zien. Ja, en aan alles komt een einde. Ook aan deze prachtige kermis hier in Tilburg. En dan wou wij dus als expo-tent toch bijna 35.000 à 40.000 bezoekers hebben mogen ontvangen. En dat ligt niet alleen aan mij, maar dat ligt ook natuurlijk aan onze hele groep die hier achter mij staat. Al deze mensen hebben hier een week eraan gewerkt. We hebben hier een prachtige expo neergezet. En ik moet alle mensen in Tilburg en in de omstreken en uit heel het land
danken voor hun aandacht die ze hebben besteed aan onze 16e expo. Ik moet zeggen, we zijn aan de 17e. 16e expo. En we hopen volgend jaar toch weer u allemaal hier te treffen in deze mooie spiegeltent waar we alles te zin is en ieder jaar iets nieuws hebben. Wat de logo betreft, kermis toen en nu, dat is het nu dus voortaan toen. En we gaan weer, nou nu, en we gaan u allemaal uitzwaaien. En dat doen we nu, met z'n allen. Jongens, zwaaien, zwaaien. Tot de volgende keer en bedankt voor alles. Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Jannie de Vries, een bekende kermisexploitant die al vanaf zijn 15e op de Tilburgse kermis staat, besloot de Club van Vier een speciaal vriendenboek te maken. Dat boek gaan we nu signeren. We zijn voor de laatste keer weer terug met de brievenbus van deze editie. En nog eentje, dat doen we natuurlijk voor. Die staat weer helemaal vol, dus we gaan ze zoveel mogelijk allemaal nog afwerken. Ik hoop dat we niemand vergeten. Nou, en als het zo is, excuses alvast op voorhand. Maar de mails die we binnen hebben gekregen, die gaan we nog eventjes netjes behandelen. We willen eerst even nog een mededeling doen. Ja. Want hondje Trula van de breakdance van Joey, van de familie Meijer, van Marten Meijer, die is weer terecht. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En iedereen bedankt die heeft meegeholpen om het beestje terug te vinden. Hij is uiteindelijk weer terug bij het rechtmatige baasje en als mascotte in de attractie, bij de kassa. Waar hij thuis hoort. Waar hij thuis hoort, lekker op de stoel naast Joey. Joey, gefeliciteerd. En Trula, een dikke knuffel van ons namens het team van Zwier en Zwaar. Dankjewel. Gaan we nou verder met de post. Jolande van Sluis, nou dankjewel, zegt ze, voor de felicitaties namens onze Giuliano. Die was toen jarig. Kei lief en superleuke uitzendingen, heren. Nou, dankjewel voor het mailtje en voor de reacties die je hebt gestuurd afgelopen jaar. Heidi Smulders uit Australië. Hello Heidi. Hello. My dear friend, how are you? Ze schrijft, can't believe it's over already. I have enjoyed every episode, mijn Engels is zo goed hè, of Zwieren en Zwaaien en look forward for to next year. Great job everyone, dikke smaal en kus. Dankjewel Heidi en natuurlijk vanaf de Tilburgse kermis. Jij ook hartelijk dank voor je bijdrage. Rob Vreeman, dankjewel voor een geweldige week Zwieren en Zwaaien. Dankjewel Edwin, John, meneer Hillegulli en Valerie, dankjewel. Heb van jullie genoten. Nou, is fijn om te horen. Fijn om te horen, dankjewel Rob. Dan een hele lange mail van Jan van Ewijk. Beste John en Edwin, helaas komt er aan alles een einde. Zo ook aan de Tilburgse kermisuitzendingen van Zwieren en Zwaaien. Ik zal als kermisfan jullie programma gaan missen, maar hoop daarentegen dat ik jullie volgend jaar het programma door ga zetten. Ja. En dan tegen zal komen. Dat zou heel leuk zijn. Want hij heeft ons niet ontmoet, maar op afstand wel een duim gegeven. Zie bijlagen en actie op de foto bij de tsunami. Daar stonden wij blijkbaar rechts voor op Roze Maandag, toen we opnames aan het maken waren. Foto komt in beeld. Oké. En verder schrijft hij, graag zou ik nog willen weten of dit jaar de gedupeerde kermisattracties nog open gaan. Nou, daar weten wij niet echt het fijne ervan, maar hij wil ze in ieder geval veel sterkte toe wensen. En dat wordt op prijs gesteld, ook namens ons uiteraard. En Martin Meijer, waarvan het hondje dus Trula weg was. Die wil hij ook een hart onder de riem steken. Maar dat hoeft eigenlijk niet, want hij zit terecht. Dus gelukkig is het mailtje achterhaald. En kunnen we hem blij maken met de terugkomst van Trula. Nogmaals, ik heb weer genoten. En zou jullie graag volgend jaar willen ontmoeten. Nou, dat kunnen we regelen. Dat kunnen we wel regelen, ja. Tot Roze Maandag 2018 met vriendelijke groeten. Jan uit Biddinghuizen. Dankjewel. Dankjewel, Jan. En de laatste die ik voorgelezen is van Ronald van Barneveld. En die schrijft, hallo John, Edwin en Valerie natuurlijk. En de rest van de crew.
er is geen andere crew. Wij meneer Rudiger. Ja, meneer Rudiger van Rattam. Ja. Natuurlijk ook. Jullie filmpjes zijn super grappig, ga zo door. Ik ben zaterdag, dat was gisteren op de kermis geweest. Het was super, super gezellig. Het bier was lekker en het eten was ook lekker. Nou, de groetjes vanuit Veenendaal van Ronald van Barneveld. Nou, helemaal super. Dankjewel, Ronald. Zo te horen heeft hij een leuke dag gehad. Nou, dat horen we graag, hè? Nou, ik ga eens kijken waar we nog meer hebben. De laatste. De laatste mails, ja. Dus eventjes kijken. Daar proosten wij op. Daar proosten we op, ja. Zoals je kunt zien, waait het weer vreselijk. Even kijken. Daar maakt het zeker niet, nee. We gaan gewoon door. Zo is het. We hadden een hele lange, leuke e-mail gehad van Jan uit Groningen. Uit Groningen, ja. Jan Sander. Ik zal het even beknopt samenvatten. Hij heeft een tijdje terug onze uitzendingen ontdekt en hij kijkt nu alle afleveringen. Hij heeft de eerste 7 gezien toen hij dit schreef en de rest gaat hij nog bekijken. En hij wil ons graag volgend jaar trakteren op poffertjes. Nou, heel graag. Dus, nou, lekker. Dat fietst er wel in, ja. Daar sta ik wel voor open. Ja. Even. Dus die afspraak staat, hè? Die afspraak staat, Jan. Even, uit Groningen. Ja, ja, komt goed. Dat komt goed, ja. Hij zegt dat we prachtige televisie maken en hij is er vol lof. Dankjewel, Jan. En ja, wij hebben met heel veel plezier weer aan gewerkt dit jaar met z'n drieën. Ja, geen probleem hoor. Al moet het nog 10 dagen duren. Ja, voor mij in ieder geval. Voor jou iets minder, maar geen probleem. Oh, nou, kom. Ah. Pascal. Johnny. Nou, leuk dat je hier bent, joh. Ja, hele reis. En je hebt iets meegenomen. Ik heb ballen bij me. Je hebt lekkere warme ballen, hoop ik, hè? Ja, dat ze zijn nog warm. Ja. Ja. Ballen. zijn bollen. Okay. En wat schaft de eer? Ja, jullie zijn gewoon goed bezig dit jaar. Dus ik dacht van, nou, jullie verdienen wel een bal. Jullie zien er zo slecht uit. Na 10 dagen. Oh, nou bedankt. Hij met name, hè. Want ik gebruik Griem, dus dan valt het minder op. Nou, maar jullie zijn zo afgevallen, jullie. Oh, ja, fijn om te horen. Eten. Ja. Er zit witte poeier op. Ik weet niet wat het is, maar... Als Edwin het nou even wil testen, de witte poeder. Ja. We eten het zo meteen op. Dankjewel. Ja, ik leg ze even hier weg. Wij eten het zo meteen op. Nou, dankjewel. Smakelijk jullie. En ik ga maar even bij Valerie staan, dan kun je vast kennis maken met elkaar. Oh ja, dat zou ik eens even doen. Ja. Dan kun je mee kijken hoe dat achter de schermen gaat bij de regie. Ja, het is wel een hele grote regiewagen hier. Ja, dus, dankjewel alvast voor de oliebollen. Graag gedaan, hè. Dankjewel. Dan gaan we naar de laatste aantal berichtjes. Spelletjes spelen, leuke afleveringen weer, altijd toppie. En erg leerzaam door Paul Spapers. Nou, daar doet Paul het voor. Ja, want hij heeft meer complimenten gehad de afgelopen week. En het is inderdaad elke keer wel inspirerend hoe hij toch allemaal aan die informatie komt. Ik vind het knap hoor. Nee, is het ook, ja. En dan 5 jaar lang zo al. Maar het is de bedoeling dat de geschiedenis goed bewaard blijft. Dus dat zou Paul fijn vinden om te horen. Dan hadden we Kaaskop. Daar hadden we... Wie? Kaaskop. Daar was iets mee. Daar gaan we nou over verder. Oké. Daarbij hadden een afspraak met Kaaskop, maar helaas, hij had het zo druk met de attracties dat het hem niet gelukt is om op tijd bij onze afspraaklocatie te zijn. Dus sorry daarvoor, zegt hij. En zoals u misschien voor op het tafeltje al gezien heeft, wij hebben een kaasplankje. We hebben hem? Ja. En die hebben we hierachter besteld bij Café Hoegade, dus... Ja. Kaaskop, we gaan het lekker op jouw gezondheid gaan die nuttigen. En de rekening sturen we nog even na. Dus voor jou. Dankjewel, Kaaskop. Dankjewel, Kaaskop. Misschien tot de volgende keer. Nou, lekker. Ik begin alvast. Begin er maar mee, ja. Dan hebben we Gamevlog. Die schrijft... Heel lekker. Oké, gelukkig. Heel lekker, smakelijk. Die schrijft dat we eerder een berichtje van hem voor hadden gelezen. Maar toen dachten wij dat het een zij was. Wie? Gamevlog. Dominique. Dominique was dat. Ja. Maar dus, het is een hij. Het is een hij. Een jongen. Het is een jongen. Dus sorry, excuses. Sorry. Kermis Ray. Die had als Kees, hè? Ja. Kees Vlodder is ook een meid, maar is ook een man. Ja. Kan, hè? Ja. Kermis Ray, die schrijft dat hij de aflevering had gezien. Vond hij leuk. Nou, dankjewel, Ray. Dan hadden we Tom. Willen jullie ook een keer in Berkel-Enschot zwieren en zwaaien opnemen? En de kermis in Berkel-Enschot is elk jaar in juni. We zijn dit jaar door, volgens mij was het toen heel slecht weer, toen zijn we er niet geweest. Maar wel andere jaren en die staan allemaal nog op onze website. Dus kijk eventjes terug. En misschien komen we er volgend jaar nog. Dan hadden we Dutch Firework. Die schrijft, een nieuwe meneer Hully Gully zie ik. Leuk jullie ontmoet te hebben. Dat was de jongen die met zijn vriendin, je weet het nog, hè? Ja, op het eind. Bij ons op de foto stond en bij de aftiteling daarna nog eventjes in beeld kwam zwaaien. Dat was leuk. Ja. Mochten we het gemist hebben, een paar afleveringen terug, helemaal aan het einde. Dankjewel voor het berichtje nog. Dan hadden we Pat. Begint flink te waaien. Het gaat goed vandaag.
Dan hadden we Patrick. Die schrijft: superleuke aflevering. Edwin en John, ga zo door. Nou, we zijn bij de laatste loodjes, maar we doen ons best nog. Zo is het. Dan hadden we L2MO. Die kan helaas niet naar de kermis komen voor het vierde jaar op rij, omdat hij niet genoeg geld heeft gespaard. Ja, maar dat komt van, hij had toch geld over en toen zei wij van, kom maar langs. Ja. Volgens mij was hij die meneer. Ik weet niet of dat dezelfde nou, was. Nou staat hij de min. Ja. Dus, misschien de volgende keer, ja. Ga niet, nee. Dan hadden we Arjan, die schrijft alleen, ik wil mijn zin. Ja, dat willen wij ook. Ja, dat wil ik ook wel, mijn zin. Wij willen ook altijd zin hebben. Maar waar heeft hij zin in, ja, precies? In de kermis of... Nee. Of hij wil ergens in, dat kan ook natuurlijk, hè? Ja. Ik wil erin. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval bedankt. Laatste berichtje, dat is van José. Die had ons een foto opgestuurd van twee knuffeltjes die ze gewonnen had. Van die muizen? Ja, van de Disney-film. Dankjewel voor de foto, José. Ja. Die had ze afgelopen week gewonnen op de kermis. Met, gevonden? Nee, gewonnen. Oh, zei ik gevonden, sorry. Ja, neem niet kwalijk. Ja, in ieder geval gewonnen. En ze schrijft dat het weer hele leuke afleveringen waren dit jaar. Nou, dankjewel José. Ja, super. Nou, dat was het weer voor dit jaar. Wij kijken weer uit naar het volgende jaar. En ja, jullie kunnen ons natuurlijk heel het jaar doormailen. Want we komen vast en zeker eerder terug dan, eerdere jaren. Ja, zonder meer al de winterkermis om zo te zien. En ik moest nog een bericht doorgeven van meneer Hulligulli. Oké, vertel. Ja, hij heeft gevraagd of ik dan even toe wil lichten. Meneer Hulligulli heeft inderdaad een nieuw programma. Dat heet Gaat U Mee TV. Ja, ja. En dat is ook op Langstraat TV te zien en op Facebook en weet ik het allemaal. Dus heeft je een leuk evenement of activiteit en u wilt dat ze slaan door meneer Hulligulli, neem dan contact op met Gaat U Mee TV en dan komt meneer Hulligulli bij u langs. Ja, wie weet. Ja. Wie weet hoeveel aanmeldingen er nog binnenkomen. Ja. Nou, dat was de brievenbus voor dit jaar. Dankjewel allemaal voor jullie berichten en voor het kijken. En wat ons betreft, tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Nou, dames en heren, dit wordt de laatste aflevering van de kermisfabriek Zwieren en Zwaaien. Ter gelegenheid van de Tilburgse Kermis 2017. Bedankt voor jullie aandacht. Ik ga afsluiten met een heel spannend onderwerp. En het is namelijk, of het heeft namelijk te maken met drank. Deze 10 afleveringen hebben het steeds gehad over de relatie tussen de Tilburgse kermis en families. En de manier waarop kermis werd gevierd, hè, met allerlei typisch Tilburgse gebruiken. Als de Tilburgse kermiskoek, de Tilburgse kermisvrijer, zwieren en zwaaien, de oliebol, slormjaarmjaarmjaarmjaarpel. We hebben het allemaal de revue laten passeren. En ik sluit af met drank. De vorige aflevering vertelde ik dat de Tilburgers zelf drank maakten. He, zoals boeren, jongens en meisjes, advocaatje en citroenjenever. En tijdens de Tilburgse kermis werd voor de oorlog echt enorm veel gedronken. En dat is ook te verklaren, omdat de kermis, dat was het enige feest van het jaar. Er werd een heel jaar voor gespaard. He, dus, en ja, dat bracht met zich mee dat er heel veel werd gedronken. Voor de oorlog, als er drank werd gebruikt, dat was dat niet zozeer pils, maar veel meer sterke drank, jenever. De pilscultuur van tegenwoordig is echt iets van na de Tweede Wereldoorlog. Als je het hebt over drank voor de Tweede Wereldoorlog, dan heb je het echt over sterke drank, jenever vooral. En tussen 1920 en 1936 heeft de gemeenteraad de Tilburgse kermis droog gelegd. Dat wilde zeggen dat tijdens de kermis en de week voorafgaand aan de kermis geen drank mocht worden geschonken. En men deed dat met het Amerikaanse voorbeeld van de drooglegging om te voorkomen de uitwassen van drankmisbruik. Want bij drankmisbruik hing vaak samen dat geld wat eigenlijk bestemd was voor het gezin werd verbrast. Vrouwen werden geslagen, er waren grote vechtpartijen in de cafés en dergelijke. En dat wilde men voorkomen. Dus de gemeenteraad heeft tussen 1920 en 1936 de Tilburgse kermis drooggelegd. En dat is in de sociale geschiedenis van Nederland uniek. Dat is nooit eerder voorgekomen.
En toch werd er, ondanks de drooglegging van de Tilburgse kermis, volop het glas geheven met sterke drank. Hoe kwam dat? Omdat de Tilburgse smokkelaars naar Poppel gingen. En naar Aarlem, dat is een gehucht tussen Poppel en Gorinchem. En daar sterke drank kochten en die naar Tilburg smokkelden. Met deze historische anekdote sluit ik deze zwieren en zwaaien af. En ik zeg, dames en heren, proost op de Tilburgse kermis. Houdoe! Daisy staat hier al heel de week met de suikerspinnen op de Tilburgse kermis. En ik ben heel erg benieuwd, hoe is het jou dit jaar bevallen? Het is mij heel goed bevallen. Ik heb iets beter gedraaid als mijn vader verleden jaar. Ik heb nu dit jaar heb ik alles overgenomen, dus dat is voor mij een goede prestatie. En daar ben ik erg trots op. En ja, ik ben ook heel blij. Het is ook goed verlopen allemaal. En het is altijd een plezier om op de Tilburgse kermis te staan. En wat was het hoogtepunt van de week? Het hoogtepunt voor mijzelf vond ik Roze Maandag natuurlijk heel erg leuk. En ja, alle dagen waren prettig. Staan jullie altijd op deze plek? Ja, ja, altijd op de Paleisring, ja, okay. Tegen de domino's. En normaal gesproken staan we ook op de heuvel, maar daar staat nu iemand anders. Maar goed, ik hoop dat ik volgend jaar weer de kans krijg om mijn eigen weer te bewijzen. En dat ik met twee kamers mag staan. Nou, dan zien we elkaar misschien volgend jaar weer. Ik hoop het. Gezellig. Dankjewel. Jannie, op dit moment hebben we in Tilburg 10 dagen kermis staan. Na die 10 dagen stopt het hele verhaal en keert alles weer terug naar het oude. Wat zou je ervan vinden als er een initiatief ontwikkeld wordt om die Tilburgse kermis, niet alleen de Tilburgse kermis, maar ook de circus en de podiumkunsten, het hele jaar door in museale vorm of in een experience center voor te laten leven? Ik vind dat een goed idee. Als het maar geen tweede kermis wordt. Het moet dus echt een soort museum zijn, een soort tentoonstelling. En natuurlijk, als ik juich het toe als de kermis in de reclame komt. Iedere krant sla ik open of er een stukje kermis in staat. Ik vind dat belangrijk. En als Tilburg zijn eer en zijn trots wil behouden als kermisstad van Nederland, dan moeten ze dat zeker doen. Fantastisch antwoord, dankjewel Jannie. Tilburgse kermis, doen! Je hebt een hele mooie roze knuffel vast. Ja. En ik vraag me af, hoe ben jij daar aangekomen? Bij het basketballen verderop. En was dat moeilijk? Viel wel mee. Wat moest je doen? Je moest zeg maar 2 ballen in de basket gooien. En heeft het heel lang geduurd? 2 keer. En had jij deze gezien en je dacht, die wil ik hebben? Nou, ik kon niet. Ik moest dat kiezen, dus ik heb deze maar gekozen. Oh, oké, je hebt eerst het spelletje gespeeld en toen de prijs. Ja, dat was het. En krijgt hij een mooi plekje? Ja, misschien naar mijn zusjes of zo. Oké. Nou, daar hoop ik dat ze blij mee zijn. Dank u wel. Dank je wel. Weer een winnaar! Wij zijn dan hier op de Tilburgse kermis met de laatste aflevering van Zwieren en Zwaaien. En ik heb een kaartje gekregen van meneer Edwin en staat op de afsluiting. Ja, daar gaan we langzaamaan naartoe, hè?
Ja, ik heb hier naast me staan de welbekende wethouder van de kermis. Dat is meneer Erik de Riddert. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. U bent nog fris en fruitig, moet ik zeggen, na heel die dagen. Ja, maar ze hebben uitgerekend dat ik ongeveer 100 kilometer heb gelopen deze 10 dagen. Dus, 100 kilometer? Ik ben fitter dan ooit. Ja. Hoe heeft u het zelf ervaren dan, de kermis? Ik moet zeggen... Als Erik de Riddert. Niet als wethouder, als Erik de Riddert. Niet als wethouder. Ja. Ja. Als mezelf heb ik een goede kermis gehad. Dus, ja? Ja. Vrouw en kinderen waren voor de afwisseling eens een keer gewoon thuis de hele... Nee, dat meent u niet. Heeft ze toch wel een keer meegenomen? Ik heb ze dus iedere keer mee kunnen nemen. De laatste afgelopen jaren waren vrouw en kinderen altijd zelf al weg. En kwamen ze 1 of 2 keer naar de kermis toe. Ja. Nu hebben ze de hele kermis meegemaakt. En we zijn ook inderdaad iedere dag met z'n allen naar de kermis geweest. Dat is echt een super ervaring. Dat wil dus zeggen, het is een familieaangelegenheid ook voor u dan, hè? Ja, voor mij is het absoluut een familieaangelegenheid. Dat was het altijd al, maar ik moet natuurlijk ook gewoon werk af en toe en dingen doen. Ja. Af en toe sporadisch tussendoor dat u op de kermis iets moet doen. Daar kan je wel aangaan, hè? Kermiswethouder ben je natuurlijk niet voor niks. Nee. Eigenlijk een feestwethouder is het dan, hè? Ja, absoluut. Ja, dat is het ook. En daarom is het ook handig om af en toe de kinderen net even ergens anders te hebben dan op de kermis. Ja, precies. Maar ik moet zeggen dat het heel goed is bevallen nu dit jaar. Ja. Gaan de geruchten, heb ik me laten vertellen, dat er volgend jaar een heel andere meneer de kermiswethouder zal staan hier. Ja, die geruchten heb ik ook gehoord. Maar dat ligt er eigenlijk aan, het zijn verkiezingen volgend jaar, 2018, in maart. Ja. In maart zijn de verkiezingen. En het is de vraag of dat mij de gelegenheid wordt geboden dat ik door kan gaan. Dus, van waar die twijfel? Nou ja, de kiezer is eerst aan het woord. Dus de Tilburgers mogen straks kiezen. En als ik weer wethouder mag zijn, ja, dan wil ik natuurlijk heel graag weer kermiswethouder zijn. Maar ja, dat zijn wel echt een paar dingen die we eerst even zullen moeten weten. Ja. Wees niet bang, hij komt gewoon volgend jaar terug. En waarschijnlijk als kermiswethouder weer, want hij doet het fantastisch. Echt fantastisch, meneer de Rindt. Hoeveel jaar doet je het al? Het is nu mijn 4e kermis geweest. 4e pas? Ja. Broekie, hè? Echt een broekie. Wij doen het al veel langer, hè? Tenminste, Zwieren en Zwaai. Je doet het al 8 jaar. 8 jaar, meneer de Rindt. Ja, ik ben ook al 8 jaar wethouder, maar pas 4 jaar van de kermis. En wat is nou uw hoogtepunt van de kermis? Persoonlijk, hè? Uw hoogtepunt. Nou, daar staan wij nu. Kijk maar eens om je heen. Ik durf niet te kijken. Ik kijk heel de tijd naar u en naar uw schoenen, maar ik durf echt niet te kijken. Ik sta hier vrij ontspannen, moet ik zeggen. Omdat het is een hele mooie attractie. Een hele gelijkmatige vlucht is het ook. Ja. Dus we zitten nu op 80 meter hoogte boven de Tilburgse kermis. Schrijf het dan maar weer in. Ja, en dat is wel iets dat ik denk, ja, dit is wel een hoogtepunt. Dat we hier gewoon redelijk ontspannen staan, zo naast elkaar. Dat had ik toch niet snel gedacht. En uw kinderen, die worden ook groter. Die beseffen ook des te meer van, nou... En plukken ze uit de vruchten van alle voordelen. Gaan ze nou naar de kermisattractie toe en zeggen... Mijn papa is toevallig kermiswethouder, mag ik hierin? Nee, dat doen ze niet. Nee? Nee, dat zouden ze ook niet mogen van mij. Maar wat ze natuurlijk wel als heel groot voordeel hebben... is dat ze heel vaak naar de kermis mogen. Want ja, ik ben er toch iedere dag. Dus ik kan moeilijk zeggen dat ze niet iedere dag naar de kermis zouden mogen. Nee, maar houdt ze dan ook een oogje in het zeil? Of vertrouwt je het wel toe van... Oké, ik ben nou wethouder. Ik doe het eventjes een stapje opzij. Nee, ze zijn gelukkig heel zelfstandig. En ze weten zelf heel goed waar ze wel en niet in willen. Ja. Ze mogen kiezen van mij een aantal dingen waar ze in mogen. Het is ook niet zo dat ze overal maar in mogen. Dus als de kinderen kijken thuis. Ook mijn kinderen mogen niet overal in. Niet overal ingaan, hè? Het leven is gevaarlijk. Het is ook heel gezond om keuzes te moeten maken. Want er zijn zoveel mooie dingen. En je kan altijd een andere keer in iets anders gaan. En u gaat straks lekker op vakantie. Het is de laatste dag, hè? En dan gaat u lekker lekker het strand op in Portugal. Wat doet de wethouders op vakantie? Zo min mogelijk. Echt genieten, echt uitrusten. Ja, uitrusten, boeken lezen, zwemmen met de kids. Hebt u zwemdiploma? Ja, ik heb ze allemaal. Allemaal? Allemaal. Allemaal, meneer Edwin eten geen. Dus meneer Edwin, misschien kunt u iets leren van de wethouder. Nou zitten we op de cruciale vraag. Oh jee. Nee. Stel. Stel. Wij zien u volgend jaar niet meer terug als kermiswethouder. Wij hadden een afspraak voor de winterkermis. Ja. U zou maar leren schaatsen. Ja. Hoe pikken wij dat op dan? Nou, winterkermis is in december, dus dan ben ik er nog gewoon, sowieso. Oh, gelukkig maar. Nou, weer een pak van mijn hart natuurlijk. Daar kan je wel nagaan, hè. Ik wil met niemand anders dan met meneer de Riddert gaan schaatsen. Nee, en ik ben niet alleen kermiswethouder, ik ben ook kermisliefhebber. Dus we hadden sowieso de afspraak voor volgend jaar. Zomerkermis, die kunnen wij gewoon maken. Wij zien elkaar dan sowieso. Nou, daar hou ik weer aan. Ik zou hem bijna willen kussen, maar doen we niet, want het is live televisie. Wilt u nog eens zeggen tegen de kijkers van Zwieren en Zwaaien? Ter afsluiting van de Tilburgse Kermis editie. Ja, nou heel graag. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken, ook dit jaar weer. En we zien elkaar sowieso weer met de winterkermis. En volgend jaar natuurlijk in de zomer weer. Tot dan. Ik sluit me graag aan. Tot dan. Helaas zit de Tilburgse Kermis 2017 er dan toch echt op. Dit was de allerlaatste aflevering van Zwieren en Zwaaien.
Ja, van deze editie, maar niet getreurd. Wij zijn van de winter zijn we weer terug, zoals afgesproken. En wilt u meneer Hulligulli blijven volgen? Dat kan op Gaat U Mee TV. Dankjewel voor het kijken allemaal dit jaar. En graag tot de volgende keer. Houdoe. En zodra er een leuke kermis in de buurt is, Edwin, dan zijn we weer terug, hè? Nee, ging niet goed, hè? Ter gelegenheid van Jannie's 75e verjaardag heeft de club van 4. Jammer genoeg zijn we dan nu toch echt bij de... Wat? Hè, wat? Hè? Ik was er graag. Oh. Ja. Loopt hij al? Of, ja, ja oké, okay, ja. Ja. Ja, helaas zijn we dan toch echt aan het... Nee, fout. Ja. Nee, ik wou einde zeggen, einde. Zwieren en zwaaien werd mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV, Café Hoegaarden en Van Hoof Elektra.